deze video binnen 3 seconden voor extra geluk in je leven. Het is een bijna onmogelijke like challenge, want 3 seconden is niet veel, maar het is voor extra geluk. 3, 2, 1. Mijn naam is Dutch Schuber, ik ben een dokter. En een dokter moet natuurlijk wel in de buurt zijn van het ziekenhuis. En daarom leek het mij een verstandig idee om mijn allereerste appartementje te huren hier in Roblox, in de buurt van het ziekenhuis. Ik zie dat ze eigenlijk allemaal nog te koop staan, dus let's do this. Ik moet zeggen, iets prijziger dan ik dacht, maar why now? En ik kan er dus als het goed is nu ook naartoe. Hoe amazing is dit? Ik woon letterlijk in Roblox, in de buurt van het ziekenhuis. Dit is mijn allereerste Roblox woonplek. En het is amazing, want daar hebben we de bank, daar hebben we het ziekenhuis, daar hebben we een soort van ander huisje waar ook andere doktoren en mensen mogelijk zouden kunnen wonen. Dus dit is pretty amazing. Ik ga denk ik er weer vandoor, want het lijkt mij een verstandig idee dat ik vandaag maar weer even ga kijken of er nog wat nieuwe dingen te doen zijn in het ziekenhuis. Ik bedoel, hey, ik blijf natuurlijk een dokter. Het is mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle patiënten op een gegeven moment weer heel huids en gezond het ziekenhuis verlaten. Maar wat ik eigenlijk eerst even wil doen, is ik wil mijn eigen stad een beetje verkennen. Ik bedoel, het is voor mij dus nu een nieuwe woonplek. En het is toch wel leuk om een klein beetje te weten wat er zoal te doen is in je stad. En ja, ik heb hier bijvoorbeeld, dit is wel heel interessant. Het ziet er nou uit alsof dit ook een soort van huisjes zijn. Alleen dan admin huisje. Zeg maar, een dokter heeft al een best wel hoge rank. Alleen een admin heeft een nog bijna hogere rank. Oeh, ik zou deze op zich kunnen halen. Dus als ik... Oh gosh, ik heb letterlijk 2 huisjes in Roblox. Ik zou bijna overwegen een huisdier te nemen. Daar is meer dan genoeg ruimte voor. Oké, dit is zo gaaf. Ik heb hier mijn eerste verdieping en zelfs mijn tweede verdieping. Met een mooie bank, een mooie tv, een mooie keuken. Of ja, keuken. Dit is de badkamer, Job. Misschien niet handig om pannenkoeken te maken op de badkamer. Nee, dit is echt werkelijk waar. Amazing. Nou, zo leer ik mijn eigen stad nog een beetje kennen. En zie ik ook de mogelijkheden die er allemaal zijn. Maar ik heb het idee dat dit hier dus de bank was. Maar ik begin daarover te twijfelen. Nee, waarschijnlijk is het ook gewoon een appartement. Zou ik deze er ook bij kunnen halen? Nee, toch? Of wel? Nee, ik kan deze niet bijhalen. Je kunt dus 1 appartement hebben en 1 huisje, maar je kunt niet meerdere dingen tegelijkertijd halen. Dan is hier nog een salon. En schijnbaar is dit een plek waar ik mijn haar kan doen. Ah, dat is nice. Oké, dus ik kan hier gewoon een haarstijl kiezen die mij staat. Misschien is er iets kleurrijks, iets wat ik een beetje bij mij vind passen. En oh gosh! Looking fresh, oké? Nou, laat ik dan ook gelijk even mijn gezicht een beetje een nieuwe stijl geven. Ik heb er natuurlijk zin in om een dokter te zijn. Dus ik zat zelf te denken aan iets als dit. Ja, even kijken. Werkt het? Het werkt niet. Mijn lizard gezicht is onmogelijk af te wassen. En het lijkt er nu meer op alsof ik met te veel bellenblaas heb gespeeld. Dit is amazing. Oké. Wat ik doe, is ik breng alleen nog even een bezoekje aan de bank. Ja, weet je wat het is? De afgelopen tijd zijn er zoveel patiënten die eigenlijk gewoon meer een feestje aan het houden zijn in het ziekenhuis hier in Robloxia. Dus dat is een verstandig idee dat ik het zometeen toch even ga checken. De super handschoen. Misschien is dat wel handig voor het geval dat er toch weer een patiënt wat vervelend doet. Check this out. Oh gosh, het is de gauntlet van Thanos die ik letterlijk kan gebruiken als dokter in dit Roblox ziekenhuis. Oké, ik ga hier even naar binnen. Dit is dus als het goed is de bank en die bubbels die gaan maar niet weg omdat mijn Roblox gezicht is gewoon niet weg te wassen. Ja, wat is dit? Is het echt letterlijk gewoon alleen maar de bank? En zo ja, wat is hier dan te doen? Het lijkt namelijk meer op een dolf als ik het zo check. Dit is echt werkelijk waar bizar. Waar zijn de Robux? Nou, niet hier in ieder geval. Wat ik doe is ik ga maar weer even naar het ziekenhuis toe. En ik ga maar even kijken of er misschien toch nog patiënten zijn. Volgens de formulieren is het zo dat alle patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Zoals je dat noemt. Dus die zijn niet meer in het ziekenhuis aanwezig. Omdat het goed gaat met alle patiënten. Dus ik ga even checken of dat momenteel nog steeds het geval is. Soms zijn er patiënten die vinden dat het bed zo lekker ligt. Dat ze toch nog even een nachtje langer blijven. Nou, daar is dit ziekenhuis natuurlijk niet voor bedoeld. Nou, kamer 206 ziet er goed uit. Deze kamer ziet er prima uit. Check ik even of hier nog iets is. Nee, dit is... Dus de babyafdeling, nee, het ziet er allemaal goed uit. Nou, tot nu toe kan ik dus eigenlijk wel stellen dat er niks is om mij zorgen over te maken als dokter zijnde. Geen reden om de security, om de beveiliging in te schakelen. Het ziet er allemaal prima uit. Kamer 207, netjes ligt alleen wat op bed. Kamer 200... Oh. Wat krijg je nou dan? Ik zit hier al weken. Goedenavond, mijn hond, vrouw, Woef. Hallo? Hallo, ik zit hier al weken. Ja, nee, dat snap ik. Sterker nog, volgens de formulieren
Volgens de formulieren zou u hier al lang weg moeten zijn, mevrouw Hond. Ja, dat kan wel, maar ik ben aan het wachten op een baasje. Oh, een baasje. Momentje hoor, ik check nog heel even de formulieren. 2 seconden. Ja. Het is heel opvallend. Ze ziet er verdacht veel uit als Darky. Het is beste vriendje van Pinky. Het is opmerkelijk dit. Maar op een of andere manier, krijg niet de indruk alsof ze kwade bedoelingen heeft. Nou, in ieder geval, laat ik er maar weer even naartoe gaan. Ja, hey, nou goed, je zegt dat je wacht op een baasje. Dus ik neem aan dat jij een soort van huisdier bent. Ja, dat zie je toch? Ik ben een hondje en ik zoek een baasje. Oké, nou, 2 seconden. Ja, weet je wat het is? Ik ben eigenlijk niet echt toe aan een huisdier, maar tegelijkertijd, ik heb net wel een huisje hier in Rolox erbij gehaald en... Ach, wat maakt het ook uit? Hé, ik ga toevallig zo meteen naar huis. Ik ben klaar met werken hier in het ziekenhuis. Heb je misschien zin om met mij mee te gaan? Meen je dat? Ja, nou ja, laat me niet twijfelen. Ja, dat wil ik. Oké, nou, stap maar uit, want voor zover ik weet ben je gezond. Yes. Ik heb begrepen dat je hier in eerste instantie terecht bent gekomen aan een overdosis hondenbrokken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik had honger. Nee, dat snap ik. Maar een overdosis aan iets is meestal nooit goed. Nou, in dat geval loop maar met mij mee. Ik zal je begeleiden naar... ik weet niet of het verstandig is, maar naar waar ik woon hier in Roodboxia. Oh, ik ben zo blij. Dank je wel. Nee, het is geen probleem. Hey, mijn auto is zojuist helaas gebroken. Dus ik denk dat we even een ander vervoersmiddel moeten kiezen. Oh, ja. En dat is? Nou, ik zie hier een hyperbike. Ik weet niet of je houdt van motorrijden. Ja, zolang het bij mijn eigenaar is. Ja, nou, welkom. Ik ben vanaf nu jouw eigenaar. Ik ben benieuwd. Oké, 149 Robux. Nou, huisdier, hondje, moet ik dat doen? Ja. Woef. Bye now. Ik heb het, als het goed is, gehaald. En inderdaad, de hyperbike. Ik weet niet of je bij mij achterop kunt. Nee. Ik moet ook zeggen, je bent een redelijk grote hond. De meeste hondjes die zijn klein genoeg om met z'n tienen op zo'n hyperbike te gaan. Wat maakt jou zo groot dan de rest? Door de hondenbrokken. De overdosis aan hondenbrokken heeft jou zo groot gemaakt? Ja, klopt. Oké. Nou, het ziet er nou uit dat dit een soort van werkt. Het is niet per se de snelheid die ik prefereer. Maar hey, als we maar vooruit gaan, hè? Dat lijkt mij waar het om gaat. Absoluut, zolang ik met mijn baasje ben. Hoep! Ja, precies. Oké, ik moet even kijken of ik überhaupt huisdieren mag meenemen in mijn appartement. Maar ik kan op zich proberen om het te doen. Weet je wat ik doe? Ik ga kijken of ik een feestje kan geven. En, Ja, goed zo. Nou, je bent er. Fijn. Welkom. Wow. Vind je het mooi? Prachtig. Oké, nou, ik weet dat hondjes graag overal langsheen rennen wanneer ze in een nieuwe area zijn. Dus ga vooral je gang. Heb plezier. Ja. Oh gosh, oké. Okay. Nou, in ieder geval, ik snap het niet hoor. Het is echt heel opmerkelijk. Ik heb nu natuurlijk een huisdier geadopteerd, maar... Ik bedoel, ze rent niet als een hond. Ik bedoel, is het niet juist een hondending dat ze op vier poten lopen? Ja, weet je, misschien is het leuk dat ik mezelf even een... ze is naar buiten gegaan. Ja, dat heb je met honden. Hè? Die luisteren natuurlijk totaal niet. Oké, wacht even. Dan ga ik even naar buiten toe. Oh gosh, dit is echt totaal niet... Hey, luister, ik weet dat je graag druk bent, want dat zijn honden nou eenmaal. Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Nee, dat is per ongeluk. Ja, per ongeluk. Net zo per ongeluk als het eten van al die hondenbrokken, zeker. Ja, inderdaad. Nou, weet je wat? Ik weet dat honden het leuk vinden om leuke dingen te doen, dus van mij mag je even van de glijbaan af. Ga je gang! Ja. En... Wauw, ik hoop dat je je gezicht niet hebt pijn gedaan, want je ging vol met je gezicht over de grond heen. Hey, ligt het aan mij? Of heb je echt een klein beetje een menselijk postuur? Ik vind het opmerkelijk. Nee hoor, ik ben gewoon een hondje. En jouw hondennaam is Soraya dus? Ja. Oké. Okay. Dat heeft mijn vorige eigenaar gekozen. Ja, precies. Ik kom daar bekend voor. Oké, nou weet je wat? Zeg maar, wil jij in de rode auto rijden of in de gele auto? De blauwe is helaas gesneuveld. Rood? De rode. De rode. Nou, let's go. Ik zit erin. Kom maar op mij, naast mij, achter mij. Zo. Ja, nou oké. Okay. Oh, het werkt. Het werkt zomaar. Het hondje is... In dat geval ben je misschien toch een hondje. Maar jij wil dus zeggen dat je... Nou weet je, ik heb wel een idee. We gaan weer even het ziekenhuis in. Ook al hoort hij op dit moment dicht te zijn. Vind je dat oké? Okay? Ja, vind ik altijd prima. Oké, okay, ja, zolang je baasje het goed vindt, hè? Ja, okay. Klopt. Oké, loop maar met mij mee, want ik wil even iets testen. Als jij even hier tegenaan zou willen staan, deze knop hier, tegen de muur, de groene. Ja. Oh. Ja, je bent nu een stukje kleiner, dat is goed. En als je dan even stil zou willen blijven staan. Ja. Ja, oké. Okay. Gewoon stil blijven staan. Ja, oké. Okay. En... Momentje. Ik ben even iets aan het uittesten. Dit is, laten we zeggen, een soort van inenting. Je bent immers een hondje, dus dit is nodig. Oef.
Ja, precies. Ik zie iets. En dat is onder het masker een gezicht. Ik denk dat jij geen hondje bent. Ik ben wel een hondje. Oké, nou in dat geval kan ik mijn huisdier rustig vertellen dat ik gisteren de suikerspin van Soraya heb opgegeten. Wat heb je gedaan met mijn suikerspin? Soraya, waarom doe jij je voor als een hond? Doe ik niet. Ik heb gisteren suikerspin van Soraya opgegeten. Hoe durf je? Ja, precies. Daar zou een hondje niet boos om moeten worden. Weet je wat? Kom met mij mee. Weet je wat? Ik heb een idee hoe we dit kunnen oplossen. Ik heb een heel simpel idee hoe we dit kunnen oplossen. En dat simpele idee heet niets minder dan vierkant, duidelijk en de gevangenis. Wat? Ja. Waarom? Je mag, ja, omdat Soraya, je doet je voor als een hondje en je breekt in het ziekenhuis. Dat is overduidelijk niet de bedoeling. Maar ik deed het niet expres. Nee, dat... Wacht even, je deed het niet expres. Tegenwoordig gaat het niet zo per ongeluk als je jezelf vermomt als hondje en je loopt een ziekenhuis in. Dus misschien is het handig dat je achter de tralies blijft en dat je nadenkt over de hondenbrokken die je te veel hebt gegeten. Nou, dat vind ik gemeen. Blijf jij daar maar, ik ga mezelf omkleden. Een hondje in Roblox was ook te stom om te bedenken. Adios. Doei, Pe. Adios.